Bij vraag 3 wil men weten hoe de prijs van brandstof is veranderd, terwijl het plaatje eigenlijk alleen informatie geeft over de prijs van de scooter en de hoeveelheid scooters. In de tekst is nog gegeven de kruislinkse elasticiteit. En met behulp van die kruislinkse elasticiteit kunnen we kijken hoe de prijs van brandstof verandert en daardoor de vraag naar scooters verandert. Die vraag naar scooters kunnen we aflezen. De kruislinkse elasticiteit is gegeven. Dus we kunnen dan de prijs van brandstof, de verandering van de prijs van brandstof, uitrekenen. We beginnen in het zwarte kruisje van de oude vraag- en aanbodlijn bij een prijs van 2500 euro voor de scooter en met een hoeveelheid van 2 miljoen scooters. Als we dan, en die neiging is te snappen, naar het volgende evenwichtspunt toe gaan bij de tweede vraaglijn, dan zien we dat er 1500, oftewel 1,5 miljoen scooters verkocht worden, maar ook de prijs van de scooter is veranderd. En zoals we als het goed is weten, bij een elasticiteit wordt altijd verondersteld dat we maar één verandering tegelijkertijd bekijken, de zogenaamde ceteris paribus voorwaarde. En hier hebben we nu de neiging om en de brandstofprijs en de prijs van de scooter tegelijkertijd te nemen en het vervolgens volledig toe te schrijven aan de prijs van brandstof, want dat doen we met die kruislinkse elasticiteit. Dat betekent dus dat we niet naar het nieuwe evenwichtspunt toe moeten, maar dat we horizontaal moeten kijken, vertrekkend vanuit het oude evenwichtspunt, hoeveel is nu eigenlijk die vraag naar scooters afgenomen, uitsluitend door de maatregel die prijs van brandstoffen. En dan komen we hier uit op 1,25 miljoen scooters. Nou, nu kunnen we dan verder gaan rekenen. Als de hoeveelheid van 2000 naar 1250 gaat, dan betekent dat een afname van 37,5%. Met die gegeven kruislinkse elasticiteit van min 0,625 kunnen we dan uitrekenen wat de prijs van brandstof gedaan heeft. Namelijk, die is met 63% gestegen. 37,5 gedeeld door 0, min 0,625 komen we uit op die 63. En dat was hem.